Yes. Ja, vandaag waren ook de mannen van Direct hier in de studio. En zij gaven een bijzonder en soort futuristisch concert vanuit deze studio. Het is inmiddels 3:15. Domien heeft een fantastische bril op zijn kop. Dat is zo'n virtual reality bril. Ja, iets naar links lopen, daar is de microfoon. Ja. Wat zie jij nu, Domien? Kan je het omschrijven? Ja, ik sta nu gewoon tussen Direct. Ja, ik zie Spikey zwaaien. Dit hey, Spikey! Is mooi. Hey, Spikey, lekker oh, ja, man. Hij hoort ons ook. Mooi. Grappig, oké. Okay. Direct spelen. Het is echt heel gaaf. Het is net of je er helemaal middenin staat. Ze treden rondom jou heen op. Het is echt waanzinnig. En dan kijken ze je soms heel erg eng aan. Dan denk je van wow. Ja, welkom mannen. Hi, fijn dat jullie zijn. Ja. Is het nou ontspannend zo, zeg maar, spelen voor het publiek wat je niet heel dichtbij hebt? Nou, je hebt eigenlijk alleen maar met elkaar te maken. Ja. Het is wel leuk als je de mensen kan zien natuurlijk. Ja, dat is wel waar. Maar zij konden jullie wel zien. Ja, nee, maar op het einde van de gig toen kwam iemand binnen en die trok de gordijnen eraf. En toen zagen we al die mensen staan. Dat was hartstikke leuk. Ja, Spikes, is dat iets om vaker te gaan doen zo op deze manier? Of gaan jullie toch gewoon normale shows spelen? Nou, dat zou betekenen dat we gaan vanuit onze laie oefenruimte gigs kunnen gaan doen. Dat nou, makkelijk. Nee, maar je miste wel een stukje interactie hoor. Weet je wel, gewoon dat je het publiek kan voelen en dat je het kan horen. Vooral dat je het kan ruiken. Dat is wel wat je dan toch wel mist op dit. Maar dit was heel cool. Ik denk dat het voornamelijk er heel bijzonder buiten uitzag. Dat je een paar mensen uit een Star Wars film heel enthousiast zag dansen. We stonden hier toch? Ja, hier ja wij, hier. Maar het publiek ja, stond buiten. Het is gewoon weer omgetoverd. Het is dit is misschien Silent Disco part 2. Ja, maar Silent Disco, maar dan wel echt heel erg futuristisch. Maar ik stond virtueel. Even te kijken. Mensen stonden echt nou ja, zo te dansen, wat we net zagen. Ja, Jamie, dansen. Jullie hebben ook geld opgehaald hiermee, toch? Is dat zo? Ja. Mijn kaartje zegt van oh ja, klopt. De VR zelf, dat bedoel je. Ja, hoeveel geld is er opgehaald? Weet jullie dat? Ongeveer? 750 euro. Ja. Nou, er is iets heel bijzonders. Jullie mogen bij elkaar op gaan spelden, want jullie hebben daarmee verdiend. Dus Series Request spelt en die hebben maar heel weinig mensen. Kijk eens, als iedereen nou bij één iemand anders opspelt, hoppa, dan ga ik jullie ondertussen ontzettend bedanken voor jullie komst. En als jullie nog een keer virtual reality bij mij thuis willen doen, dan hou ik me aan me van. Dank jullie wel. Cool.